Goedemiddag. Ja, we staan nu in Den Haag bij de Tweede Kamer voor de deur. Omdat we vanaf 1 juni gaat het van ganzen beginnen door heel Nederland. Dat mag uitgevoerd worden door de firma Q uit Lelystad. Dat is beslist hier achter ons in de Tweede Kamer. En ja, wij zijn het daar absoluut niet mee eens. Want ganzen die hebben een hele stressvolle doodstrijd, 20 seconden lang. Dat is echt een martelgang voor die dieren. En, er zijn alternatieven voor het vergassen. De ganzen brengen overlast, wordt gezegd. Dat is ook zo. Maar het vergassen van de dieren, dat is de meest dierenvriendelijke optie. Dus wij willen ons geluid laten horen, dat we er tegen zijn. En ook voornamelijk een brief aanbieden aan de ministers, dat er genoeg alternatieven zijn. Want zijn er te veel ganzen of waarom gebeurt dit eigenlijk? Nou ja, er wordt gezegd dat de ganzen schade toebrengen aan de akkers en de gewassen van de boeren. En ja, dat is waarschijnlijk zo en dat kost veel geld. De gewassen worden beschadigd, die worden opgegeten door de ganzen. Maar om die ganzen te vergassen, dat is sowieso ook geen goede oplossing. Mm-hmm. Want na het vergassen zal de populatie die overblijft, zal zich ook weer gaan aanvullen. Dus die gaan zich weer vermenigvuldigen. Dus volgend jaar zit je weer met hetzelfde probleem. Dus een beter idee is om die ganzen te gaan verdrijven, dat ze wel in leven blijven, maar een ander gebied kiezen om zich voor te planten en te grazen en alles. Dat de ganzen verspreid worden over heel Nederland, wat dat betreft. Ja, absoluut. Dan hoeven ze niet afgemaakt te worden en niet vergast te worden. Want dat is, wat ik zeg, dat is een heel dierenvriendelijke oplossing en geen permanente oplossing. Dan zit je volgend jaar weer met hetzelfde probleem. Ja, dat schiet je hier niks mee op. We hebben vanmorgen al actie gevoerd bij Troek Faunabeheer in Lelystad. Dat was niet onopgemerkt. Om 6 uur wordt het uitgezonden in Hart van Nederland op SBS6. Natuurlijk hartstikke belangrijk, want we weten dus miljoenen mensen dat op die locatie mensen bedrijf hebben die heel graag en met heel veel plezier, want Arie den Hertog van Doek Faunabeheer heeft het in alle media duidelijk gemaakt. Hij vindt het leuk om ganzen op te jagen, in een bootje, in zijn wagen te stoppen en te vergassen. Het is een absolute schande dat dit kan gebeuren in Nederland. Voornamelijk de media, de ministers die hier dus in het gebouw zitten. We hebben ze aangeschreven dat er dus een brief klaar ligt. Die willen we graag aanbieden aan de ministers. Marianne Thieme is net al naar buiten gekomen om de brief aan te nemen. Die staat achter jullie, neem ik aan. Absoluut, absoluut. Want ook de Partij van de Dieren vindt dit een heel slecht idee om zoveel ganzen te gaan vergassen. Maar we hopen dus dat er in de loop van de middag ook meer ministers naar buiten komen om dus onze brief aan te nemen. Waarin ook alle alternatieven staan voor het vergassen. En daar blijft u op wachten als dat voor nodig is. We staan hier sowieso tot 5:30. We delen ook flyers uit aan de mensen die langskomen. Dus ook die informeren we. Nou, door de media-aandacht zal het ook vanavond op tv te zien zijn. En ja, we hopen daarmee een heleboel mensen te bereiken. Succes. Dankjewel. Ik blijf kijken. Ja. Ik denk dat het probleem is ontstaan door de jacht. Men heeft eerst massaal de vossen afgeschoten. Nou, je weet het misschien wel of niet, maar vossen zijn gek op ganzen-eieren. Dus vossen die zorgen ervoor dat er nooit te veel ganzen komen. En ook roofvogels die zijn ook massaal vernietigd. En wat je nu gaat krijgen is dat nu inderdaad te veel ganzen op sommige plekken zijn. Voor mij zijn het er nooit te veel, maar volgens deskundigen. En dan denk ik dat je... ik heb een motie ingediend. Probeer ze waar overlast is van ganzen. Ik kan me niet voorstellen dat ganzen overlast veroorzaken, maar als er overlast is en het wordt aangetoond en er is een hoop schade, noem maar op, dan zou je ze kunnen verjagen met roofvogels. Dat is hetgeen wat ik hier aan de camera verzocht en die motie van mij is aangetoond. Dat is ook een meer natuurlijke manier natuurlijk. Precies, en ik heb gezegd, doe niet alleen via de, ook met de havik en ook met de buizerd en de arend. Niet alleen met kleine volkjes, maar ga verjagen met die grote jongens. Dat werkt veel beter. En dan sneuvelen minder dieren. Ja, precies. Dus als er een probleem is, als er een overlast is, laat de natuur het dan oplossen. Ja, maar dat is mijn filosofie. Dat ja. De jacht er nooit meer ingrijpen, want de natuur houdt zichzelf aan een stand. En als er druk op de breken, dan ziektes uit, dan weet ik normaal. Maar de mens is eerst de vos massaal gaan bejagen. En de vossen zijn altijd een beklaagde bankje. Ik heb er zelfs nog een dierenprogramma over gemaakt. Over de vossen en de beklaagde bankje. De vosrenade. En op een gegeven moment, nu zijn er te veel ganzen. En nu gaan ze weer de ganzen vernietigen. Dus de mensen moeten stoppen met zich bemoeien met de natuur. Want het is inderdaad zo, hoe meer je er vernietigt, hoe meer ze zich gaan vaak vermenigvuldigen. Dus het werkt inderdaad averechts. Dat is ook mijn verhaal in de Kamer geweest. Ja. Maar helaas word ik niet altijd gehoord. Dus ik krijg niet altijd een zin. Dus dat blijft daar gewerkt worden. Zeker, zonder meer. Nou, ik probeer echt vandaag zoveel mogelijk aandacht te besteden. Om 7 uur begint het debat. En dan hebben we het ook over jachttrofee en over heel veel andere dingen. Maar ik probeer zoveel mogelijk ook het over ganzen te hebben. Maar de staatssecretaris heeft gezegd
dat ze in principe gewoon naartoe gaat staan. En ze hebben gewoon geen oog voor de alternatieven om ganzenoverlast, als die er al is, om die te voorkomen. En dat is, daar gaan ze van uit, terwijl er genoeg alternatieven zijn. En daar probeer ik vandaag aandacht voor te vragen. Dus, maar heel fijn dat jullie het geluid hebben laten horen namens al die mensen die heel erg geschrokken zijn, denk ik, ook vanwege het bericht geven. Het is echt gruwelijk. Dus, zet hem op. Thank you.